Vandaag alles over stokken en stokinzet. Ik doe eerst even mijn skis uit en natuurlijk dat doe ik met mijn stokken. Die ene doe ik met mijn stok en die andere kan ik met mijn schoen doen. En zo beschadig ik de onderkant van mijn skis niet. Nou, over lengte. Op het moment dat ik mijn stokken neerzet in de sneeuw en ik sta in de skihouding, zie je dat de hoek van mijn onderarm ten opzichte van mijn bovenarm is 90 graden. Nou, dat is de perfecte lengte. Dit zou te kort zijn, dit zou te groot zijn. Nou, binnen die lengte heb je natuurlijk altijd nog een persoonlijke voorkeur. Ik heb liever een stok die ietsje langer is. Waarom stok inzet? Het geeft me balans, het geeft me een ritme. En als je goed kijkt, zul je zien op het moment dat ik wissel van kant naar kant, dat het altijd gelijk valt met het plaatsen van mijn stok. Tevens is de stok inzet een manier om op mijn hele voet te kunnen blijven staan en mezelf niet achterin te laten drukken aan het einde van de bocht. Wat je misschien opgevallen is, is dat ik mijn stokken apart vasthoud. Nou, normaal gesproken, je hand van onderaf door de lus. Ik spreid mijn duim en mijn vingers en ik rust zo op mijn stok. Dan heb ik voor mezelf nog het hulpmiddel om mijn duim niet aan de binnenkant van de stok te hebben, maar mijn duim op de bovenkant van de stok. Waarom doe ik dat? Op het moment dat ik mijn stok ga voorbereiden om een nieuwe bocht in te zetten en ik heb mijn duim aan de binnenkant, dan heb ik de neiging om zelf ook een beetje naar binnen te kiepen. Op het moment dat ik mijn duim op de bovenkant van de stok heb en ik bereid mijn stok voor, dan heb ik automatisch dat ik mezelf al in een meer gehoekte houding dwing. En dat is de reden waarom ik dat doe met mijn duim op de stok. Het is een individueel ding, maar misschien helpt het je iets. Nou, de timing van de stok inzet is als volgt. Het lijkt erop of ik de kracht uit mijn benen niet heb om omhoog en naar voren te komen. Maar doordat ik die stok gebruik, ziet het eruit alsof ik mezelf omhoog en naar voren druk met mijn stok. Dat ziet er zo uit. Dus de timing is eigenlijk vanaf mijn laagste positie waarop ik hem plaats. En op het moment dat ik de stok de sneeuw laat raken, druk ik mezelf omhoog en naar voren. Dat is het ritme van de stok inzet. De plek waar ik mijn stok neerzet is eigenlijk aan de voorkant van je ski. Je zit altijd aan de dalkant en ik heb mijn stok een klein beetje van mijn ski af. Op het moment dat ik mijn stok wat meer open, wil zeggen naar het dal neerzet, kan ik mijn skis wat makkelijker kantelen. Ik maak die strekbeweging en ik maak eigenlijk weer een hoog voorbeweging, zodat mijn skis heel makkelijk naar het dal draaien. Nu ga ik het eventjes als skiënd laten zien. Ik stuur mijn bocht, ik bereid mijn arm alvast voor, ik plaats mijn stok, kom op mijn voorvoet. Ik plaats mijn stok, ik kom op mijn voorvoet. Mijn stok komt nu al naar voren toe, stok inzet. Nou, stok inzet en stok voorbereiding kan natuurlijk heel veel stabiliteit betekenen in je bovenlijf. Maar soms zie je ook mensen die juist veel onrustiger worden in het bovenlijf. Wat is nou de juiste positie voor je armen en je handen? Nou, mijn handen zijn breder dan mijn ellebogen. En wat je misschien kunt zien, is er is best een aardig grote afstand tussen mijn handen en mijn bovenlijf. Dan kan ik namelijk makkelijker op mijn voorvoet komen. Op het moment dat ik in deze positie zit, kan ik heel makkelijk balanceren om mijn skis te kunnen kantelen. Op het moment dat ik in deze positie ben, neig ik veel eerder naar een draaibeweging. En ik kan dan wel makkelijk uit mijn voeten mijn skis draaien. Maar als mijn doel kantelen van mijn skis is, is het veel handiger om deze positie te pakken. En stel je voor, het ziet eruit alsof ik staand de krant opensla en de krant nog kan lezen ook. Dat is de juiste positie voor je arm en je handpositie. Belangrijk als ik staand die krant lees, is dat mijn armen niet absoluut gestrekt zijn, maar eigenlijk zo goed als gestrekt. En de beweging waarin ik mijn stok voorbereid, komt voornamelijk uit mijn pols vandaan. Dus het is niet mijn hele arm die van voor naar achter beweegt. Doordat ik hem alleen uit mijn pols haal, is het veel makkelijker om op de bal van mijn voet te kunnen blijven staan. Een gratis tip om in de juiste arm-handpositie te komen en een stabiel bovenlijf te krijgen. Nou, ik pak die stokken weer wat korter vast. Ik laat de handvatten elkaar raken. Ik heb het raakpunt van de handvatten recht voor mijn neus. En ik ga heel rustig korte bochten skiën naar beneden. En ik probeer die handvatten recht voor mijn neus te houden. Dat ziet er als volgt uit.
Nou, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ga ermee aan de bak en tot de volgende keer.